Hallo en leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe serie hier gewoon op Gewoon NL Games. Zoals jullie misschien zien, geen Sims 4, maar ik heb gekozen voor Sims 3. Ik heb Sims 4 wel, maar ik moet nog echt ontzettend wennen. Ik vind op dit moment nog vrij weinig aan. Dus ik heb gekozen om toch voor Sims 3 te gaan. Maar ik wil niet zomaar de Sims 3 gaan spelen, nee. Ik heb namelijk een challenge opgezocht die ik wil gaan doen. Het is namelijk de ESBI Challenge. We houden in... Nou ja, wat het eigenlijk betekent is... I'm surrounded by idiots. De bedoeling is dat je zeg maar... Je hebt zeg maar elke generatie... Je hebt 10 generaties. Elke generatie mag je maar één sim besturen. En dat is zeg maar degene die... de stamhouder is. Op dit moment is dat... Pip. Pip Marburn. Haar eigenschappen zijn... Gestoord. Op familie gericht. Netjes. Een vlotte babbelaar. En ambitieus. En ze wil graag een carrière in de zaken. Ze wil algemeen directeur van een megacorporatie worden. Maar eerst moeten we maar eens even gaan kijken of we een soort van huisje kunnen neerzetten. Het zal niet veel stops worden, denk ik. Ik ben sowieso niet goed in bouwen. Hou er alsjeblieft rekening mee. Ga alsjeblieft niet aflopen kraken. Ik weet zelf, het ziet er niet uit. Dus, maar, waarom eigenlijk? Ja, huis. Oké. Sorry. Mijn moeder die vond het leuk om me te storen. Even die muren naar beneden. Oh. Zo. Oké, dat is veel te groot. Kijk nou. Maar. Oké, een deur. Prima, deur. Bed. Gewoon even hoognodige dingen die ze echt gewoon even echt nodig heeft op dit moment. Koelkast. Oh god. Heb jij iets in je inventaris en rest wat ik kan? Oké, camera. Hup, geld. Geldjes zijn trouwens niet toegestaan. Dit was geen geldje, dit was gewoon iets verkopen in inventory. Dat mag gewoon, het is gewoon toegestaan. En nog een douche. Ja, douche. Prima. Dat het daar woont zijn voorlopig. Oké. Oh, niet zo snel. Nee, ik hoef niet mijn nieuwe smartphone te bekijken. Oké, carrière, zaken opstarten. Dat was ook de betolling. Want dat is je levenswens. Oké. Oh ja, de... Challenge, ik zal een link van de challenge in de beschrijving zetten. Dan kun je ook zien en lezen hoe en wat. Ik heb namelijk geen zin om heel die lab tekst aan voorlezen. Schiet niet op, denk. Je kunt het ook zelf lezen. Ja. Dus dat. Oké. Waarom? Gestoorde sims en kleding. Ik snap er niks van. Oké, zaken, koffiemip. Oké. Ik wil je sturen naar Henry wat? Mac wat? McBlum. Hij is oud, dus hij wordt geen papa van de baby's. Ik denk dat we maar even naar de sportschool gaan. Ja. Dat zijn meestal wel mannen. Oké, ze wil vaardigheid koken leren en... Ja, dat is leuk voor jou. En ze wel lessen volgen in de vaardigheid koken. Prima, maar nou, hier moet je eerst geld verdienen. Voordat wij überhaupt maar een les gaan volgen, madam. Oké, de sportschool. Oeh, dat is een nice auto. Ik vind die kleur leuk. Ik blijf een meisje. Ros blijft favoriet. Oké, maar naar... Tom Swallow. Oké, vriendelijk voorstellen. Ja. Mama, baby. Baby. Nee, volgens mij. Oh god, die hebben zelfs achternaam. Dat is nooit een goed teken. Oh, dat is helemaal geen goed teken. No way. Waarom zijn hier geen jonge mannen? Waar zijn de mannen gebleven? Are you fucking serious? Oké, rennen. Romantisch, vraag of ze hem vrijgezel is.
Nope. Je vrouw zit daar aan de andere kant van de kamer. En ik ga geen huwelijk kapot maken, dat spijt me zeer. Wat? Ja, dat is leuk voor het mysterieus portaal, maar laat me met rust. Ik ben iets aan het doen. Ik ben een papa aan het zoeken. Oké, dat ding ga ik toch verkopen, want ik ga het toch niet gebruiken. We gaan naar de toekomst reizen. En we gaan ook niet ons inschrijven voor de universiteit. Nee. Jarnia. Oké, hij is een tweeling, prima, maar hij is getrouwd. Het oude man. Wie ben jij dan? Volgens mij is dat zijn zoon of zo. Ik ben geen een of andere rare persoon dat met tieners deed. Nope. We gaan maar even vriendelijk enthousiast zijn over fitness of zo. Weet ik het? Nee. Vind je dat niet leuk? Oké. Okay. Wil je wel leren kennen? Oh. Ja, dat ga doen. Oh, nee, wacht. Oh. Vraag me serieus of waar de jonge mannen zijn gebleven, hè? Ze zijn serieus kwijt. Ben ik gewoon echt verkeerd te kijken en moet ik gewoon ergens in de stad gaan kijken? Dat kan natuurlijk ook. Is daar niemand? Nee. Prima, ik mag er niet binnen kijken. Oh, goed! Dan niet. Dan niet. Echt serieus? Wat is dit? Evenemententerrein. Ik ga wel kijken of hier. Ik ga hier wel naartoe. Ik kan wel vast wel mensen die. Leuke mannen. Die niet getrouwd zijn. We gaan je de toekomst laten voorspellen, maar dan moet ik eerst wel even aanpassen, madame. Oké. Is hier wat? Ja, dat zoek ik niet. Ik zoek een man. Een man. No man. Nope. Ja, ga maar zitten. Prima. Waar zijn de mannen gebleven? Even. Ja, zeker als ik nou weg ben daar. Zijn alle mooie mannen hier. Of niet. Oké, what the fuck? Het is uitgestorven of zo. Nope, vrouw. Vrouwen hebben niks aan. Het kan wel, maar leeg. Oké, what the fuck? What the fuck is going on? Zijn wat? En wat? Yep. Oké, dan begin ik even helemaal krankjoren om te worden. Nou, die staat goed. Wacht! Kazerne. Oh, nee, ook uitgestorven. What the fuck? Nou. Nee. Gaan we wel daarheen. Ik zal toch een man nodig hebben, want anders zal het niet opschieten, ben ik bang. Dat is iets wat ik echt wel nodig heb, een man. Ja. Zonder man, geen. Zijn ze serieus allemaal hier? Oh, nee, oud.
Laat de snor. Zijn het allemaal één familie of zo? Of wat? Vindt hij ook niks? Ah. Er komt een onzichtbare paraplu aan. Okay. Prima. Wil je even aan de kant gaan? Kinderen. Waar is meneer onzichtbare paraplu nou? Hij is leuk. Yeah. Even kijken hoor. Dat is wel leuk. Zijn neus staat me niet aan. Maar goed, als we naar de neus moeten kijken, zijn we ook geen charmante neus, dus... mijn carrière vragen. En een leren kennen, hè? Oh, hij is vriendelijk. Kijk, dat is al één positieve eigenschap. Dat kunnen we veranderen. Ik ga even een smoker worden. Waar? Oké, ben je vrij gezel? Haha. Goed nieuws. Daar is er aan. Maar het begint wel een beetje vroeg. We zijn alweer aan het zwembad. Volgens mij is de familie Blutte erop uitgetrokken ofzo. Ik weet het niet. Waarom? Gaat wel erg snel, hè? Ach, dat is heel gelukkig. Maar ja, prima. Als je komt. Oh, haha, hij werkt. Jordana? Nu, Turkna. Dat is Ginda. Belko Webney. Barco Tansy, but then a flat. Chandlia. Who? Rippy's Chandlia. Kijk eens naar die pot uit. Ah, me hoor. So woke the Janama. Wanda. Careful, Teddy. Ah! No! No! Nou, hij ging er zomaar vandoor. Ach, komt goed. Komt goed, nou. En we zijn thuis. Kunnen. Oké, haha. Sims, laat me niet zo schrikken. Chug, Blarney. Take a new monkey. Wat? Ga je niet moeilijk gaan doen, vriend. Ik heb je nodig. Ja. We hebben je nodig, anders kan we niet verder. Ben ik bang.
Maar ik denk dat het voor de volgende keer wordt. Ik ga even laten eten. Zoek mijn blik. Naar het toilet sturen. Laten douchen. En slapen. Ik wil jullie sowieso even vragen of jullie alsjeblieft wat namen in de beschrijving achter willen laten die ik zou kunnen gebruiken voor de kinderen. En de volgende generaties. Ik ben namelijk echt verschrikkelijk met namen verzinnen. Dus jullie zouden me echt ontzettend mee helpen. Ook wil ik jullie vragen om een like op deze video te geven. En ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Au doei!